allemaal, dit is Kerst 2001 met een nieuwe video. Hallo allemaal! Kerst 2001 met een nieuwe video. Eindelijk weer een nieuwe video dus op mijn kanaal. We gaan kijken naar de Ronde van Twente, verreden op 7 juli 2001. 18, de langste juniorenklassieker van Nederland. Iets meer dan 130 kilometer moet er vandaag worden afgelegd. En ik rijd samen met Frank van den Broek met het doel om de wedstrijd uit te rijden. We hebben 100 meter geneutraliseerd gereden. En de eerste valpartij van vandaag is alweer een feit. De neutralisatie, ja, dat was eigenlijk een zeer irritante, frustrerende neutralisatie. De auto voor ons reed nog geen 20 km per uur op sommige momenten. En dan voel je je helemaal opgefokt als de koers dan open gaat. En ik was zeker niet de enige met dat gevoel. En zodra we dan op het eerste obstakel afkomen, gebeurt er dit. Hier nog eens de beelden van onder andere die val links van mij. Iemand die daar als een soort bowlingbal een renner omkegelt. Een strijk wat mij betreft. En we hebben ook nog de beelden vanaf de fiets van Frank van den Broek. We zagen onder andere ook de ex-Nederlands kampioen Adne Koster, die zijn fiets uit die grote hoop moest zien te halen. En dat duurt allemaal zo lang dat de organisatie besluit de wedstrijd te neutraliseren. Even wachten tot iedereen zijn fiets weer heeft kunnen vinden en heeft kunnen aansluiten bij het peloton. En zo begint de koers na 5 kilometer dus eigenlijk weer opnieuw. Weer een geneutraliseerd stuk van 20 km per uur. En dan hebben we weer een valpartij. Bij de eerstvolgende bocht is het onder andere Michiel de Veld die erbij is gaan liggen. Zijn we op het iets moeilijkere gedeelte van het parcours aangekomen. Een paar lastige klinkerwegjes. En dan zie ik hier rechts van de weg ineens Frank van den Broek op de grond zitten. En dit is wat er vanaf zijn GoPro te zien is. Sleutel 1.
Hier nog eens de beelden van de valpartij. We komen net uit een bocht en dus wil Frank graag aanzetten om het gat met de renner voor hem te dichten. En dan slaat zijn ketting over en zit er dus geen druk meer op zijn pedaal, waardoor hij over de kop vliegt en op zijn sleutelbeen belandt. En daardoor breekt hij zijn sleutelbeen. Zijn fiets die wordt meegenomen in de ambulance. En ik ben nog wel gewoon in koers, maar door deze valpartij ontstaat er een gat voor me. En moeten wij dus vol gaan achtervolgen om nog terug te keren bij het peloton. Dan krijgen we de eerste passage over de Markeloze Berg. Het stelt op zich niet heel veel voor, maar voor Nederland is dit toch al een berg te noemen. Je ziet het peloton in de verte rijden. Alleen ik heb het heel erg moeilijk op deze klim. Moet hier en daar een renner aan me voorbij laten gaan. Kijk hier naar de beelden van Julian Steenkamp op de top van de Markeloze Berg. Dan zie je hier het peloton rijden en wij zitten daar vlak achter. Eens zien of we misschien nog terug kunnen keren. Als het even stil valt voorin, dan moet dat toch lukken. Rijden we hier over de Apenberg. Dat is verreweg mijn favoriete klim, omdat het eigenlijk nauwelijks boven de 2% komt. Eigenlijk dus geen klim te noemen natuurlijk. En het peloton, ja, dat is al lang uit ons zicht verdwenen. We moeten het dus doen in deze achtervolgende groep en hopen dat we nog zo lang mogelijk in koers kunnen blijven. Dan zet ik mijn GoPro eventjes uit om wat batterij te besparen voor het moment dat ik uit koers werd gehaald. En op een bepaald moment haalt een bestelbusje ons in. Die haalt ons gewoon in. Die zegt verder niks. Geen bezem te zien. En wij gaan dus gewoon verder met de koers. Terwijl we eigenlijk al lang uit koers zijn. We komen in één keer een bocht door waar je niks kan zien wat daar om die bocht is. En een auto rijdt ons tegemoet. Dat allemaal heel erg anders kunnen aflopen. En ik vind het dus ook raar dat die man die in dat bestelbusje allereerst geen bezem op die wagen had. En dat hij ook verder niet zei dat we uit koers waren. Het had heel anders kunnen aflopen. Maar goed, daarom dus geen beelden van het moment dat de bezemwagen ons inhaalde. Dit was deze video alweer. Ik moest eventjes mee naar het ziekenhuis voor Frank. En dus hebben we geen beelden meer kunnen maken van de finish. Maar ik kan jullie wel vertellen dat Adne Koster uiteindelijk de ronde van Twente wist te winnen. Die uiteindelijk nog uitliep op een slijtageslag door onder andere de lange afstand. Goed, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer bij de eerste etappe van de Jeugdtour van Assen. Tot dan, joejoe!